rekeningen en betalingsbewijzen bijvoegen. Nou, duidelijker kan het volgens mij niet. Dit is een foto van het declaratieformulier van oud-burgemeester Verver. Ze declareerde €6200 bij de gemeente Schiedam en kreeg dit ook betaald voor veiligheidsglas wat in haar huis zit. Alleen het geld wat ze ontving, heeft ze uiteindelijk nooit overgemaakt naar de aannemer. En die aannemer heeft dan ook een rechtszaak aangespannen tegen oud-burgemeester Verver. Onlangs kwam de rechtbank met een tussenvonnis. En daaruit blijkt dat de oud-burgemeester gelogen heeft tegen de gemeente Schiedam. Ze beweerde namelijk dat ze de aannemer wel had betaald. Maar dat blijkt dus niet waar te zijn. Maar waarom maakt de gemeente Schiedam het geld wel over aan Verver, terwijl zij nooit een betalingsbewijs heeft aangeleverd? Het is verplicht bij de gemeente Schiedam om, kijk, wat u laat zien, rekeningen en betalingsbewijzen bij te voegen. Dat heeft er nooit bij gezeten, die betalingsbewijs. Waarom maakt u dan het geld over aan mevrouw Verver? Wij mogen in dit soort situaties een factuur beschouwen als een betaalbewijs. Nee, er staat en. Dus rekening, dus ja. Factuur ja. En betaalbewijs. Ja. Maar er staat... Wij mogen dus een factuur in dit soort situaties beschouwen als betalingsbewijs. Als ik een taxirit maak, dan heb ik daarvan een bonnetje. En dan gaan wij er ook van uit dat ik het zelf betaald heb. Staat er toch duidelijk? Een betalingsbewijs, in dit geval mag je ermee akkoord gaan dat het een factuur is. Maar er staat en, hè? Dat is rekening en betalingsbewijs. Ja, ja, ik bedoel, zelfs de aannemer heeft gezegd, er is niet betaald. De rechter zegt, er is niet nu betaald. En het enige wat u zegt, nou, ik heb ervan geleerd, voortaan gaan we het anders doen. Ik zou me als gemeente ontzettend belazerd voelen. Ja, dat is uw oordeel. Wat wij doen in dit soort situaties is, wat de rechter heeft bepaald, ook accepteren. Namelijk dat er blijkbaar niet betaald is. En mevrouw Verver oproepen, mevrouw Verver, betaal uw rekening. De oppositie is zeer ontevreden met deze reactie van de gemeente en eist dat ze de €6200 gewoon betaalt. Nou, optie 1 is gelijk, er komt nog steeds wachtgeld, krijgen ze. Er ligt wel beslag op, maar als je iets onverschuldigd betaling, als je dat verrekent, dan kan je het gewoon inhouden. En de tweede is of er inderdaad aangifte of iets dergelijks mogelijk is. De oud-burgemeester hangt dus een aangifte van fraude boven het hoofd. En ook de rest van de gemeenteraad is het meer dan spuugzat. Daarom is er aanstaande maandag een extra raadsvergadering hier in Schiedam. En laat één ding hier glashelder zijn, de gemeente Schiedam en alle Schiedammers worden hier zeker niet beter van.